Schaak al bijna 20 jaar. Ook in het buitenland vroeger, al de eerste kleine comic-contjes die in Nederland waren in de jaren 90. Omdat ik eigenlijk al fan ben sinds kleine jongen van de Europese stripkarakters. Mijn vader gaf mij vroeger al zijn strips van Kuifje, van Asterix, van Lucky Luke. Wat er zo mooi is aan Comic-Con is ja, dat als je een popcultuur liefde hebt, dat je daar ja, volledig je ei kwijt kan. Ja, mensen reageren best wel enthousiast als je zo verkleed rondloopt. Kinderen komen echt naar je toe rennen van oh, ik ben zo fan van Lucky Luke, wat gaaf. Het is eigenlijk een heel klein wereldje. Dus of je nou naar een Comic-Con in het buitenland gaat of in Nederland, je komt uiteindelijk steeds vaker dezelfde mensen tegen. Het volgende station is Amsterdam Rijn. Station Amsterdam Rijn. De meeste mensen, ik dus ook al, daar maak ik het kostuum helemaal zelf. Dat maakt het een hele leuke hobby. Zowel het maken vooraf als het uiteindelijk dragen. En als je dan alles zelf gemaakt hebt, dan heb je het respect ook echt van wauw, wat zie je er gaaf uit. Is het een verkleedpartij? Nee, dat is het niet. Het is veel meer dan dat. Het draagt bij aan het hele plaatje van de popcultuur. En er zit veel meer achter. Dan kun je helemaal je ei kwijt in die wereld. Dus dat is heerlijk.